Goedemiddag dames en heren, dit zijn Nederlandse klompen, dit is Oranje en dit is Herman, heb ik mij net laten vertellen. Herman is een grote fan van Jos van Emden, maar als hij kans wil maken op WK-medailles, dan moet hij naar de vrouwen komen kijken. Die vrouwen gaan zo meteen hun tijdrit rijden. WK-elite, afstand van 30,3 kilometer, evenveel als de belofte van morgen hebben gedaan. En dat we... voor bij het tussenpunt. En het was geklaard eigenlijk, de klus. Dit is Knokke Heist met het 10 kilometer lange strand daarin. Het verjaardagscadeau wilde schenken, dus it's up to her, zou ik zeggen. En uiteraard op een wolk van vertrouwen na die Europese titels is ze gestaag aan haar carrière aan het werken. De voorbije 3-4 jaar telkens een stapje, een trapje hoger. En nu dus helemaal bovenaan het firmament. Vindt hier natuurlijk ook wel een parcours op haar lijf, op haar maat gesneden. En dan moeten we naar de uitdagers kijken. En dan komen we toch vooral uit bij Van Dijk? Ja, dat denk ik wel. Vertoont zich op het startpodium. Zij zal van start gaan om 14 uur 38 minuten en 30 seconden. En zij komt uit Argentinië. En het Argentine. Het s'appelle Fernanda Yapura. Maar natuurlijk, het zal moeilijk worden. Ik heb het de uitslag. De beste geluk to Fernanda Yapura uit Argentina. Vorig jaar Anna van der Breggen op 1, Royster op 2, Van Dijk op 3. Als je de top 10 erbij neemt, dan missen we Dijgert. Enfin, die reed wel geen top 10, maar die was op weg naar een top 10. We missen Grace Brown aan de start. We missen Lauren Stevens aan de start. We missen... In het WK-tijdrijden vandaag is dat enigszins anders voor... Ja, Rianne. Dus het is vooral een strijd van Dijk Royster. En dan gaat de 27-jarige Rianne Marcus op zoek naar glorie in een tijdrit van 30,3 kilometer. We gaan verder over. Dan start Sarah van de Vel. Sarah van de Vel, 9e op het EK. Het is al een paar keer gezegd en in vergelijking met dat EK is Vittoria Bussi, die 8e stond, er niet bij. Er komt natuurlijk wel wat volk vanuit Amerika en er komt ook wat volk vanuit Groot-Brittannië bij. Dus ja, het zal toch kampen zijn voor die. Van de Breggen, dus er zijn er 6 weg uit de top 10 van vorig jaar. Dat opent wel perspectieven voor onder andere Sarah van de Vels en anderen die de top 10 willen induiken. Ja, zeker, maar ik denk helemaal bovenin dat er niet plotseling helemaal andere namen zullen staan. En... maar voor de top 10, hè? Ja, maar laat ons vooral, wat Ludwig Willems ook zei, de bondscoach, zei, Sarah van der Vel en elke tijdrijdster moet zich vooral echt bezighouden met je zo goed mogelijk voorbereiden op die tijdrit. Jezelf zo goed mogelijk een tijdrit rijden en dan zien waar dat je uitkomt. Dat is waar, dat is de taak van Ludwig Willems, maar onze taak is dat niet natuurlijk. We moeten er iets op kleven. Dat is waar, oké. Hier is de Pakistaanse. De boost ongetwijfeld van het publiek zal voelen. En van het thuiswegen. Hier onderweg met Rianne Marcus, de derde Nederlandse, of de eerste Nederlandse, eerste van de drie.
die hier natuurlijk door dat Anna van der Breggen verstek gaf, een plek heeft. Ze mocht ook starten op dat EK-tijdrijden, werd daar vijfde. Heel mooi. Dus hier ook een parcours wel op haar maat. Heeft er heel veel zin in. Dus we zullen zien. Ja, daar gaan we toch rekening mee houden hoor. Want inderdaad, op haar maat en werd op dat EK ook al vijfde. Met andere woorden... Van starten. Kwam dat... Of op dat EK op 1.43 binnen. Voilà, af en toe met een hoestje en er is water gelukkig. Allemaal geen probleem. 1.43 voor Marcus op Royster. De naam is al gevallen vooraf. De naam is ook nu alweer gevallen. Anna van der Breggen, de grote afwezige. De uitredende wereldkampioenen tijdrijden. Die aan haar laatste weken bezig is als renster. Volledig uitgerust aan dat WK zaterdag beginnen. Ja, uiteraard. Dat zal wel sowieso de bedoeling zijn van elke renster. Maar de signalen die je krijgt, ja... Ze nog een jaartje langer ermee door. En dan heeft ze ja, na die Olympische wegrit en die Olympische Spelen, denk ik, toch... Die heeft het toch ingehakt, hè? Hebben er ingehakt. En dan natuurlijk een WK hier in Vlaanderen. Uiteraard fantastisch mooi, maar niet echt het parcours waarvan dat Anna van der Breggen, denk ik, heel erg wild wordt. Hè. Ze heeft haar kwaliteiten toch net ergens anders. En dan ging het ook niet natuurlijk moeilijk om je nog eens op te laden als regerend wereldkampioen. Ja. Dat is toch een pijnlijke knoop om door te hakken, denk ik. Hè? Ja, maar goed, ik denk dat ze ook wel die knoop heeft doorgehakt, omdat ze wist, ik ben gewoon echt niet in orde. En ik ben dan liever zo eerlijk om een andere Nederlandse klepper te laten starten in mijn plaats. Anders neem ik toch die plek op. En dan ja, voor de wegrit zal ze gewoon nog één keer alles uit de kast halen om in dienst, denk ik dan, voornamelijk van haar ploegmaten, Nederland te helpen. We laten hopen dat ze daar toch nog eens een stukje van de Anna van der Breggen, die ze altijd geweest is, nog eens kan laten zien. Dat verdient ze wel met haar palmares, met haar ongelooflijke staat van verdiensten. Warm welcome to Pfeiffer Georgie. Als zij, stel dat een Nederlandse wereldkampioen wordt. All the best of luck for Pfeiffer. En nu, dames en heren, aandacht op het kijken. Onze eerste deelnemster aan de start. Koning van een heel mooi seizoen. Of van een heel mooie carrière, excuseer. Gaan we nu niet wat snel door de bocht? Anna van der Breggen, die... gelukkig of tevreden moet zijn met starten aan een WK. Allee, ik bedoel, ja, het is toch niet de eerste, de beste. Ja, dus het is vrij logisch dat hij start. Het is de beste renster van de wereld. Nee, maar we moeten wel realistisch zijn. En als je zag hoe dat... Nee, uiteraard. Met de huidige vorm lijkt mij de realistische verwachting die je schetst. Maar vooraf, laten we zeggen, de winter vorig jaar, had hij toch een ander scenario in haar hoofd. Het kan toch niet anders. Die had toch niet een scenario in haar hoofd waarbij ze een moeilijke Olympische Spelen ging hebben dan een absoluut hele niet, boer, absoluut niet, wedstrijd. Maar ik denk dat ze toch afgelopen... Op sport vooral. Ik denk vooral een medische screening. Ja. Vaak toch bij medische screeningen. Hier zijn we weer onderweg met Marcus. We gaan straks eens kijken aan het eerste tussenpunt welke tijd zij neerzet na 13,8 kilometer. Volgende chronometrage die komt eraan na 20,8. Het zijn de twee kloent. Rianne Marcus met een tijd, die gaat uiteraard ver onder die Yapura gaan, die Argentijns, waar we geen rekening mee houden. Dit kan dus een eerste referentietijd worden. Maar Eklund, beste Lieselot, was een balletdanseres. Ja. Ook geschoold in het tapdansen, het Latijns-Amerikaans dansen en jazz. Maar dat zal dan maar voor een hobby geweest zijn, denk ik. Ja. Balletdanseres, professioneel, hè? Ja. Want uiteindelijk... Oké, Royster is nu ook nog wel maar pas 30 geworden, dus dat zal wel een lastige tegenstander blijven. Maar ja, de Van Dijks van de Breggen is nu niet aan de start gekomen. Van Vleuten, daarvan weet je ook, dat gaat ook geen 10 jaar meer duren. Dus er gaan er, en dat hebben we in het wegwielrennen ook al een paar keer aangehaald. Er zit een hele, is al richting streep. Marcus, de eerste die zich gaat melden, die heeft de achter zich gelaten. Komt van de rechterkant. In beeld lijkt dat alsof ze van de linkerkant komen.
bedriegt een beetje. Je hebt altijd de indruk op. Maar ze komen eigenlijk van rechts. Ja, en zij is al een eerste. Ja. 38-04. Hoe lang gaat dit staan? Alleszins aan het tussenpunt staat het al heel lang. Een goede tijd onderweg. Waar komt hij uit? Toch wel wat prijsgegeven op Marcus. Met andere woorden, Marcus die pace kunnen vasthouden. Ja, is zelfs een beetje versneld. Bij het eerste tussenpunt had zich 4 na het tweede tussenpunt 47-6. Zeker en vast, maar goed. De grote afwezige, Chloe Dygert, die was normaal gezien de grote toevoeging in vergelijking. Het kan geen toeval zijn, dat moet een stimulans zijn op zichzelf. Ze rijdt voor het team Rumpel Cleaning, is geboren op 6 augustus 94, ze is dus 27 jaar oud. Ze finishte als 9e op het EK tijdrijden in Trento. En op het BK was ze 11e. Sarah van der Vel. Hier een parcours door Ludwig Willems aangehaald. Goed. Als succes toe voor Sarah van der Vel. Het wielrennen die start hier voor eigen volk op een WK. Ja, en zij moest ook wachten op die selectie voor dit WK. Tot na het EK. Ludwig Willems had Julie van der Velde al geselecteerd. En die tweede renster zou hij pas geweest nee, met de... Nee, was te gewoon in West-Vlaanderen. Jullie waren dat te gewoon. Voor ons was dat een uitstap ja, naar het Zwin. Wij zijn er niet geweest naar het Zwin. Oké. Ik ben er onlangs nog geweest. Dus ja, dat is mooi toch, hè? Sarah van der Vel, goed dat ritme proberen te vinden in de openingsfase. Uiteraard minder volk dan gisteren. Gisteren een zondag en twee kandidaten op een medaille. Twee Belgen die kans maakten op een medaille. Maar... debuut op een WK tijdrijden. Ja, dat zijn toch momenten in de carrière, hè? Ja, ook nog vrij nieuw in de sport. We hadden het op het EK al over. Deze Eklund was eigenlijk een danseres. En tijdens een van die... testen, inspanningstesten als danseres, zag men, hey, je hebt wel een vrij hoge VO2 max. En dan is ze wat meer beginnen allerlei andere sporten gaan doen. Vrouwen wielrennen, Shari Bossuyt, die gaat naar Canyon SRAM, wat een toptransfer. Lieselot tekende daar een contract voor 2 seizoenen, alsjeblieft. 21 jaar ook nog altijd, maar ja, kampioenen in de tijdrijden. Ja, ik denk... Shari Bossuyt, een heel mooie stap voor haar en ook voor heel veel jonge rensters toch. Een mooi voorbeeld, denk ik, Shari Bossuyt, die als ze van de junioren overkwam, koos voor NXTG, een iets kleinere UCI-team, niet onmiddellijk willen mikken op de allerbeste, allerhoogste niveau, daar rustig groeien. Van de 50 op te zoeken. Deze Sarah van der Vel komt doorgaans in het jaar uit voor team Rubbel Cleaning, kleinere Belgische ploeg. Ja, een team dat sinds dit jaar UCI-team werd. Ook een aantal Ierse of een aantal, ja, ik denk Ierse rensters. Is dat de ploeg van Ken Illegems? Ja, dat is de ploeg van Ken Illegems, die ook als mechanicien bij Belgian Cycling werkt. Neef van Roger Illegems. Olympisch kampioen puntkoers 1984 te vertrekken. Ghana Solovey. Ja, we komen toch nog wel in het begin in aanraking met een aantal vrouwen die we doorgaans zowel in wegrit als in tijdritten niet tegenkomen. Ja, deze Ghana Solovey. Voilà, nous remarquons la silhouette depuis 1943. Hij va venir en piste en representeert Canada. Naam om te winnen. In de tijdrit. Met Ghana kom je overal, hè, denk ik. Ja. Maar het zat op 1.22. Net na Lisa Brennauer, haar landgenote, die we vandaag ook wel weer verwachten natuurlijk voor een medaille. Dit is de start van Carol Ann Canuel. De Canadese. De renster van SD-Works. Ploeggenoten van Jolien Doren. Waar dus Lars Boom aan de slag gaat.
dat wordt een collega van jou. Enfin, dat was hij eigenlijk al. Ja, dat was hij al. Dat was hij al. We hebben al samen in Paul wind op de kop en dan gaat hij terug naar schuin van op de kop. En dan het laatste stuk na het tweede tussenpunt gaan we eigenlijk met de wind in de rug richting Brugge. Professioneel als ze is, heeft Lieselot hier een windmap opengedaan waar de windrichting op aangeduid wordt, het parcours ook aangeduid is. Sterk, ik kende dit zelfs niet. Mai, wat is dat? Ik mag het niet zeggen. Oké, het is privé. Wel handig, zo'n is eventueel toepassen. Ja, goed, als dat allemaal erg goed moet blijven zitten. Waarvoor dank, mannen? Die zijn er duidelijk ook mee bezig met dat soort van details. Moet natuurlijk wel op dat niveau. Ja, en zeker in het tijdrijden zit het hem in elk detail natuurlijk. Van de Vel, 13 minuten op de wat moeilijker lopende wegen op dit moment. De Vlaamse wegen, zeg maar. Terwijl dit natuurlijk de weken daarvoor was Van Vleuten dan weer wel outstanding. Altijd moeilijk in te schatten bij Van Vleuten. Enfin ja, eigenlijk niet moeilijk in te schatten, want doorgaans is ze op topniveau. Hier komt Van de Vel, wat doen we ermee? Op Marcus, 44 seconden, dat is een end. Goedemiddag, zaterdagochtend was er een officiële verkenning. Oké, okay. Dus voor iedereen? Voor iedereen. De meesten zullen zaterdag al verkend hebben. En hier komt Eklund in haar debuut. Haar allereerste WK. En die gaat zich netjes op plaats 2 nestelen. Na Marcus. Ja, gemiddeld 46,4. Uit de klikpedaal. Bij het optrekken daar zichzelf heel even uit dat klik. Pakken. Hier nog eens kijken. Het is rechts dat het gebeurt. Hier zo meteen. Het is door een slippertje. Een Van Aert. Een Van Aertje. Is dat ook in de Van Aert bocht? Nee. Was dat daar? Komt die er? We gaan even kijken naar de officieuze timing. Canuel is op 2,92 seconden doorgekomen. 1 kilometer voor dit punt. Dus 2,92. Hoe zit dat dan hier? Het is nog een klein beetje meer geworden. Ze heeft wat tijd verloren, met andere woorden, in die kilometer. Want nu zijn dat er 5. 5,5. Voor Canuel. Het worden 2 minuten. En dan gaat ze zich voorlopig op plaats 3 nestelen. Maar dat wordt een moeilijk verhaal voor top 10 vandaag, denk ik. Dan zijn we benieuwd of ze dan de waarden heeft kunnen trappen die ze wou trappen. Ja, klopt. Ze had gehoopt om de waarden die ze trapte op dat EK vast te kunnen houden. Of vol te kunnen houden. Nu, dat was natuurlijk minder. Dus... ik denk dat het een net iets minder goede tijdrit was voor Sarah. Je moet zoveel doen, je kan niet alles doen natuurlijk, maar het is wel onze beste tijdrijdster. Het is onze beste tijdrijdster, maar op dit moment... Het is ook voor een prijs. Achter ik, Lotte Kopecky niet in staat om hier een medaille te pakken. Terwijl... KK uit Polen. De alliteratie, met andere woorden. Dat wordt een minuut. En dan gaat het weer de plaats opleveren. Dat wordt plaats 3. De voorlopige plaats 3. Van de Velden is ermee weg. Het is nu wachten op de, laat ons zeggen, de laatste 10 rensters. Ze is een echte specialist in het tijdrijden. Versus iemand die het zeg maar af en toe eens doet. Alle kracht uit de onderrug naar die benen. Carole Anne Canuel, die gaat hier uiteindelijk... plaats 2 voorlopig bezetten, denken we toch. Ja, dat zou beter moeten zijn dan Eklund en dat rol aan Canuel. Belgische Julie van de Velde die start om 15.30. 15.30, dus ze volgen elkaar op vrij korte tijd op. Lia Thomas, ben ik ook heel benieuwd hoe Lia Thomas voor de dag zal komen. Heeft Tour de l'Ardèche gewonnen, het eindklassement. Ook een heel goede tijdrijdster, maar is daarna verkouden geworden. Beetje ziekjes, dus dan bleef het toch afwachten in hoeverre dat... Rupel Cleaning uiteenzet. Het al jaren in dat vrouwenpeloton. Audrey Cordon-Ragot voor Frankrijk. De eerste van de Franse vrouwen. Zagen ze met z'n tweetjes hier voor onze Elena Pirone. Italiaanse waar we in principe ook niet echt rekening mee houden voor een medaille, zeker niet. En ook niet meteen voor de dichte ereplaatsen. Elena Pirone. En daarna komt Audrey Cordon-Ragot. Dus Rian Pirone, bella bella Italia. Attention maintenant.
va se présenter sur le podium de départ. La championne de France du contre-la-montre individuel. Iets meer wind vandaag, nog niet zoals we het gewend zijn hier in West-Vlaanderen. Audrey Cordon-Rago, de Bretoense, die ondertussen ook al ingeschakeld wordt om commentaar te geven bij Eurosport. Gisteravond toevallig een aantal Franse commentatoren tegen het lijf gelopen. Die konden de bijdragers van Cordon-Rago best smaken. Ze doet dat goed. Ja, het gaat ook al. La ronde lancement pour aller rechercher ses 30 km 300. Sur le podium maintenant, comme 16e concurrente. Plakspray zodat de sokken niet afzakken. Dat is wel interessant. Gebruikt men ook niet. Dat vraagt wat extra inspanning. Ja, het is fijne rijden op het asfalt. Laat het ons daarbij houden. Corner. De Denen die hier dus al aan het feest zijn geweest. Deze voormiddag. Met beloften. Totaal, even kijken, 50 vrouwen aan dit wereldkampioenschap. Thomas is nummer 18. Daarna komt Lisa Klein en dan komt Ellen van Dijk. Met andere woorden, deze Thomas, Klein, Van Dijk, Cordon-Rago, dat is zo al. Worden, maar je ziet toch een aantal rensters al vrij vroeg die dit triootje, Thomas, Klein en Van Dijk. En dan zit er toch weer een tiental of vijftiental rensters van een net iets minder niveau. Maar dat is natuurlijk wel, ik weet niet of het bewust gedaan is, maar het is wel goed voor de spot. Dus Marcus op 1. 26 seconden voor Georgie, de Britse, en dan Sarah van der Velde verloopt op plaats 3. Hier is Thomas onderweg. Ja, het is toch in dat pacingplan belangrijk dat je niet te snel start en dat tempo dan kunt aanhouden. Denk voor heel wat van die vrouwen. Thomas, die in het verleden een paar keer top 10 reed op dit wereldkampioenschap, 7e in Harrogate. Werd vijfde in Innsbruck, ook niet verkeerd. Respectievelijk dus na Chloe Dygert in Harrogate. Wat was dat? Een fantastische prestatie van Dygert, komen we zo meteen op terug. En Annemiek van Vleuten, die werd wereldkampioen tijdrijden in. Misschien geen 60. Geloof bij Ellen van Dijk, Ellen van Dijk ja, twijfel ik toch zeker. Okay. Ja, ik denk dat zeker tussen de 58, minstens een 58 zal zijn. Ja, of 5-6. Hier is Cordon-Rago. Die gaat erboven, denk ik. Ja. Die gaat erboven. We zitten in het rood. Dus Marcus, voorlopig op 1 nog altijd. Rago op 2. Goeie tijdrit ook voor Cordon-Rago. Lia Thomas, die gaat er volgens mij ondergaan. Lieslot. Ja. Lia uit Cupertino, zoals gezegd. En in vorm, hè. Uiteraard 7 seconden eronder de Tour de l'Ardèche gewonnen. Waar Lucinda Brandt de slot... Zegt Ellen van Dijk natuurlijk. Nee. Cordon-Rago voor Frankrijk. Frankrijk dus in het verleden goed voor 4 wereldtitels. En die moeten we allemaal gaan zoeken in het kamp Gianni Longo. Die, heb ik ergens gelezen, 16... En ook Judith Arndt deed dat. Allebei 16 keer. Voor Frankrijk. En aankomen. Heel diep. Ja, absoluut diep gaan. Kijk eens mensen. Dat is over de rode. Alles af. Alles eruit. En nu zoveel mogelijk lucht. Alsjeblieft, lucht. Dat hebben we nodig. Hoe diep kan een mens gaan? Hij ligt daar op die borduur. Dat lijkt mij nu niet de meest comfortabele manier om daar te gaan. Zijn neus. En dit is dan Thomas. En die is, ja,
Anderhalf plus anderhalf, 3 minuten voor Van Dijk start. Ja, maar deze Thomas heeft verlies. Goed, hè? De Duitse vrouwen, Lisa Klein. Lisa Klein. Net volgwagens, zo is naast elkaar gereden en even een raampje open, wat vloeken of valt het mee? Nee, nee. Dat hebben we nog niet gehad, nee. Voilà. Formeel. Ik hoop dat het ook niet hoeft te komen. Nee, dat hoeft zeker niet. Ellen van Dijk, wat zijn ze daar aan het doen? Ze zijn nogal wat siliconen of iets in die overschoentjes aan het spuiten? Is dat omdat alles wat goed zou glijden? Of? Ja, vooral zorgen dat alles op zijn plek... Malig wereldkampioenen, dat zag u in het overzichtstuk bij Karel Firenze. Daar klaarde zij de klus. Het is ondertussen al vele jaren geleden. 8 jaar. Maar Van Dijk intussen tijd natuurlijk nog wel een heleboel medailles bij elkaar gereden. Hier is Klein ermee weg. De Duitse vrouwen in het verleden al 4 keer. Auer deed het in 14. Arndt deed het in 12 en 11. Kupfernagel deed het. En nu, dames en heren, een voormalige wereldkampioene. Het is weliswaar al 8 jaar geleden, maar vandaag... Met een Europese titel op zak, ja, weten we niet hoe ver ze het kan brengen in dit gegeven. Gaan we verwelkomen. Te afrekenen met de zeer ervaren gevestigde waarde. Binnenkort, dat zal nog een aantal jaar duren, hè, maar tussen dit en een jaar of 3 gaat het vrouwenpeloton er toch anders uitzien. Maar misschien rijdt deze Ellen van Dijk er tegen dan nog wel tussen. Van Dijk is van het geboortejaar 87. Die is met andere woorden 34. Die kan nog wel even mee en die heeft uiteraard nog niks aangegeven over plannen. Ik wil ermee stoppen. Nee, Van Dijk is nog... Possible medal winner that left the starting ramp. Now, ladies and gentlemen, let's welcome on the starting ramp a rider number 36 from Pakistan. And she listens to the name of Kansa Malik. Fundering, zoals juist gezegd. Fundering van een oude houten molen. Veel geschiedenis natuurlijk te rapen in deze streek. En af en toe kunnen we daar wel eens aandacht aan besteden. Maar dan duikt Lisa Klein weer op. Eklund ontsnapt. Dat was toch onze balletdanseres, hè? Dat was balletdanseres, ja. Van Dijk, kijk eens jongens. Daar kan je van alles opzetten op die rug en dat gaat er dus niet van afvallen. Qua stijl, prima. Qua aerodynamica, prima. Ellen van Dijk, mooie renster om naar te kijken. Pedaal tegen het asfalt. Linkse pedaal. Al dus iemand die gisteren het parcours ook heeft afgewerkt. En... Hij wil terugkomen voor die Olympische Spelen, maar misschien net nog iets te vroeg. En toch gemerkt dat het nog niet in orde was. Dan kiezen om gewoon verder te herstellen en verder te revalideren. En dit WK links te laten liggen. Maar als ze hier in topvorm was geweest, Chloe Dygert, dan stond ze zeker ook op ons favoriete lijstje. Minstens. Het doet toch een klein beetje denken als over en in de verkeerde richting. Mm-hmm. Echt dwars over door die vangrail. En dan is daar heel veel oplapwerk aan te pas gekomen. Zoveel spiermassa verloren in dat linkerbeen. En zich toch proberen klaar te maken voor de Olympische Spelen. Maar daar waar Remco ondertussen wel helemaal op topniveau is terug, is Dygert nog aan de weg terug aan het timmeren. Maar we moeten wel geloven in het toptalent Dygert, dat dat ook wel goed komt. Het blijft een toptalent. Ze is nog heel jong en ze kent ook in haar entourage de juiste mensen, denk ik zeker en vast. Het kan nog. Het kan nog. Hè. We zitten nog niet in de fase dat het niet meer kan. Het is tijdens de 80-jarige oorlog aangelegd door de Spaanse bezetter. Uit vrees voor aanvallen van de noordelijke Nederlanden. Voilà. Dus 16e eeuw, zeg maar. Alright. Alsjeblieft. Voor alle duidelijkheid, mensen, wij krijgen hier een gids. Met Tara van de Vel vooral voorzien was op een sterk tweede gedeelte. Dat heeft ze wel nodig. Ja, Serge Pauwels, die achter Sarah van de Vel in de wagen zit, zal
dat ongetwijfeld met haar hebben besproken. Benieuwd naar de benen van Julie van de Velde, die een uitstekend Europees kampioenschap rijdt. Misschien wel de beste Belgische in koers, vond ik persoonlijk. Ja, ze reed heel erg goed. Ook meer voorin, laat ons zeggen, dan dat we van haar gewend zijn. Dus zal zeker vertrouwen getankt hebben richting hier. En ze is van Brugge, ze woont in Aardrijken. Dus mega gemotiveerd om hier echt een thuiswedstrijd te rijden. En krijgt Loden voor zich, Jocelyn Loden, de Britse. Ja, die binnenkort ook het werelduurrecord gaat aanvallen. Kijken dat je... Ja, zoals we dat Evenepoel gisteren ook zagen doen. Heel vaak kop in kast naar de grond kijkend en dan één keer. En dan vraag ik me af, is dat om de zoveel pedaalslagen? Is daar echt een ritme of is dat puur op gevoel? Maar je zag wel bijna een soort ritmiek in dat opkijken. Je zou er bijna een aantal seconden tussen kunnen zetten telkens. Benieuwd of daar een soort idee achter zit of dat het puur op gevoel is. Ja, ergens heb je natuurlijk het parcours zo goed mogelijk verkend en je visualiseert je ook het parcours, dus je weet wel elk tussenstuk, ah oké, okay, nu is het om maar iets te zeggen. Is... En Ellen van Dijk op het lichtlopende asfalt, langs het water, langs het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal. Prachtig parcours. En gisteren was natuurlijk kippenvel, ook om naar te kijken van de Tissot-timing. Dat is natuurlijk wel handiger, logistiek. Er komt wel wat bij kijken natuurlijk als je zo'n poging op poten wil zetten. En met de covid-omstandigheden is reizen ook al niet zo eenvoudig. Mexico, gaan we daar wel geraken? Gaat het dan wel lukken? Het zou dan jammer zijn als we er zo lang voor getraind hebben dat we dan niet gaan geraken. Dus grenzen de veiligheidshalve oplossing. En ondertussen zie ik een linker wijsvinger richting het scherm. Maar ik denk dat ze er niet zal geraken. Thomas voorlopig 47-7. Gemiddeld. Benieuwd wat dat wordt aan het eind van de rit. Marcus is hier binnengebold met een gemiddelde snelheid van, even kijken, 47,7. 36,51. Klein op 13 seconden. Ja, slecht tussen aanhalingstekens. Ja. Klein gaat moeten opletten hoor, of ze krijgt Van Dijk straks over de vloer. Van Dijk gaat hier de richttijd neerzetten. Dit is een tijd voor de wereldtitel, met zekerheid. 50,2 gemiddeld. Wel. Van Dijk aan een rotvaart over dit parcours aan het rijden. En ze ziet ze daar al rijden. Valentinje of Chili die je aan het bijhalen bent, is een Duitse. Maar Van Dijk, jongens. Ja, als je na 14 kilometer of minder dan 14 kilometer al bijna Lisa Klein te pakken hebt... Dan ben je geweldig bezig. En dan weet je van jezelf dat je geweldig bezig bent. Het indelen, is dat allemaal op menu af, Lieselot? De Brennauers, de Roysters, de Van Vleutens van deze wereld. Zitten die nu nog naar die wedstrijd te kijken? Laten die zich met andere woorden wat angst inboezemen, nee, door Van Dijk? Absoluut. Of zit je in je kokonnetje? Mag je niet mee bezig zijn. Nu zit je echt alleen maar bezig in je eigen kokonnetje. Heel goed voorbereiden. Je structuur qua voorbereiding, qua opwarming. Alleen maar bezig met de klok. Wanneer moet ik wat doen? Dus nee, absoluut niet hiermee bezig. En nogmaals onderstrepen, gaat ze het kunstje van Firenze nog eens overdoen? Het is nog vroeg, het is nog veel te vroeg, want er komen nog kleppers aan. En Roycer, ja, dat is echt copyboek van Dijk natuurlijk. Hè. Dat is hard tegen onzacht allebei. Dat is hetzelfde tippen, dat is krap. Bij dat ze hier niet reed. Hier zijn. Klein heeft het vlaggen. Het is van dat. Van Dijk gaat op de dijk, of ongeveer toch aan de dijk. Erop en erover. Gaan richting dat tweede tussenpunt. Kijk eens aan. En Klein die gaat rechts kijken en denken, ik ga volgen, ik ga toch proberen in dat zog mee te gaan. Dat kan misschien nog Zoden aan de dijk brengen. Ja, wat gaat er nu in dat hoofd door van Lisa Klein? Ja, ben ik nu echt zo slecht bezig? Of is die Van Dijk nu zo super bezig? Ja, ik denk dat je vooral niet te veel moet denken, zeker op dat vlak. En ja, rij maar. Nee, maar het geeft toch wel eens... Heb je dat gezien? Dat was geen official, hè, die daar reed. Nee, die was onderweg naar zijn werk of zo. Of ja, naar de bakker. Van Dijk die natuurlijk het niet naliet om even dat zog op te zoeken, kan ze ook niet aan doen. En ondertussen afstand aan het nemen van Klein. Ik vrees voor Klein dat zij dit ritme niet gaat kunnen ontwikkelen, Lieselotte. Ik denk dat ze Van Dijk kleiner en kleiner gaat zien worden. Dat zou wel de logische gang van zaken zijn. En... Ja, maar je ziet het soms wel, hè, dat ja, men dan daardoor toch een wiel probeert. Een wiel.
een zog te pakken. Tuurlijk, en ze zal er nu wel echt proberen zo lang mogelijk erbij te blijven. Maar als je niet sneller kunt, dan kun je niet sneller. Het is toch al anderhalve minuut en ze moeten nog 8 kilometer. Trouwens, Van Dijk, bij dat tussenpunt was ze 1 minuut 21 sneller dan de Rianne Marcus. Ondertussen geen verandering aan het tussenpunt, het eerste tussenpunt. Dat is ook logisch natuurlijk, want de grote tussen aanhalingstekens namen zijn Amber Nieben, Brennauer, Royster, Van Vleuten. Hier op de kasseitjes. De kasseitjes die ook het tempo breken, behalve dan bij Van Dijk, want die scheurt gewoon verder richting Brugge. Ja, en dit zal Ellen Van Dijk natuurlijk enorme vleugels nog extra geven. Voorbij Lisa Klein. En we durven nu al zeggen, ze gaan allemaal hun... Ja, dan wordt het een echte Flandrien en Flandrienne. En het is al zo, draaien en keren en scheuren. We hebben zaterdag de Primus Classic meegemaakt van dichtbij. Over de Moskestraat, over de Holstheide. Ja, het rekt, scheurt, breekt voortdurend op die hellingen net boven komen. Dus dat effect heb je al automatisch. Wacht dan tot het wat gaat regenen en dat er nog wind bij komt. Ja, dan wordt het helemaal een slagveld natuurlijk. Maar dat ze ver vooruit kijken. Eerst Ellen van Dijk in de gaten houden. Gaat nog altijd perfect. Ja, je ziet eigenlijk bijna geen... Gereden, voor Canyon mee op het podium gereden. Dus dat waren meestal haar succesvolle uitslagen. Ja, toch iemand die voornamelijk altijd doorheen het jaar in dienst reed. Van. En hier nog 4 kilometer voor Ellen van Dijk. Allee, vooruit Ellen. De laatste 4. Nog een minuut of 5. Zoiets. En je bent er vanaf aan dit gemiddelde. Even vooruit kijken. En dan snel weer dat kopje omlaag. Die aerodynamica voortdurend zoeken. Van Dijk-Royster, dat wordt een bijzonder interessante strijd. Ja, het wordt nog wel eventjes wachten om te zien. Royster komt eraan om 4 uur. Pil, 4 uur. Ja, dus nog 2. Deze Ellen van Dijk onlangs in een interview wel al laten weten. Daar waar wij dachten, goed, die zal nog wel een eindje doorgaan. Heeft laten weten, ik ben 34, heb nog een contract voor 1 jaar volgend jaar bij Trek Segafredo. En ik denk dat het mijn laatste jaar wordt. Er is meer in het leven. We gaan het moeten zien. Hè. Het is nog niet uitgesproken. Minder dan 2 kilometer in de straten van Brugge is ze op weg naar een nieuwe wereldtitel, een tweede wereldtitel. De beste tijd is nu 38 minuten. Hè. Zij zit dan 34 en ze moet nog 1,6. En dat is dus Marcus, die toch wel vijfde werd op het Europees kampioenschap tijdrijden. Al scheurend, sprintend. Ze weet dat het erop aankomt. Ze weet dat daar nog iemand als Royster straks komt natuurlijk. Waar is die tijd? Ze gaat er 2 minuten, 2 volle minuten onder. Mensenlief. 50,4 gemiddeld. 50,377. De tweede rijdt voorlopig. Ze Verbeek, denk ik. Fred, ze reed 3 per uur trap voor ons. Ja, en nu Lisa Klein, de tweede bestheid, maar dus 1 minuut 2. Het is het natuurlijk kunnen, je moet het kunnen. Heb je dan toch voorlopig al die rensters achter je gelaten? Ja, maar wat een prestatie van Ellen van Dijk. Fenomenaal. Fenomenaal. Alles uit de kast. Goed gereden is een understatement, zeker? Dat is nogal een understatement. Postte gisteren nog een bericht op social media, samen met haar vriend en met haar trainer, waarbij ze... Ik zal het nu krijgen op de minister.
en start onder 2 minuten. Ze woont in Torhout, dus niet zo gek ver van de Akelplaatse Brugge. Werkt ook in de Olympische Spelen uitgestuurd in de tijdrijden. Daar behaalde zij 19e plaats en ze finishte tweede, zowel op het WK-tijdrijden. Ros Lappa tiert welig. Godverdorie, dat was nog eens verkeerd. Ja, dat zijn van die instinkers. Nog 23 kilometer op de teller voor deze Letse. Ros Lappa. Maar goed, Van Dijk mensen. Van Dijk met een enorm gat op 2 en 3. En de rest uiteraard ook. Lia Thomas op 52 seconden. Marcus op 59 seconden. Ondertussen een volgende klant die zich meldt hier aan de streep. Koenars Dot. Met mannen traint en vaak aangeeft dat ze met mannen traint die dan toch, als Ellen meer rijdt, dan toch net iets meer zichzelf willen tonen. Want ja, opgelet, het is een opgelet. U niet mispakken aan de toppers in het vrouwenwielrennen. Jos Loden, zij die dus de urenkortpoging gaat doen, eind september, met andere woorden, die moet al een bepaalde vorm te pakken hebben, want anders wordt dat niks in Grenchen. En die komt dus voorlopig ook als, ik ga niet zeggen dat ze in de buurt komt, zeker niet. Maar het is wel de renster die hier, gaat die plaats 2 pakken aan het tussenpunt? Ja. Ja. Dus met andere woorden, die is wel op dreef. Werd de tweede in de Omloop het Nieuwsblad, om even over Norsgaard nog door te gaan. Tweede in Le Samen, werd derde in de Healthy Aging Tour. Achtste in Nogere Koersen, tweede in Brugge de Pannen. Negende in Gent-Wevelgem, tweede in de Scheldeprijs. Derde in de Lotto Ladies Tour. Met andere woorden, voor een renster van, ze is jaar geworden. Dat is top, hè? Ja, en ze zou dus eigenlijk nog bij de belofte categorie kunnen rijden. En daarover... Als we de wegrit mee rijden, vermoedelijk wel. Ze gaan wel starten, hè? Als je hier dan toch bent... Heel veel keuze hebben ze bij Israël niet. Kafinovits. Twee namen die we altijd weer opnieuw terug tegenkomen. Komt Loden. Loden die aan het eerste tussenpunt net voor halfweg 40 seconden moest prijsgeven op Van Dijk. En kijk eens, en het nog gerealiseerd heeft in dat tweede gedeelte. Dus de eerste 13, bijna 14 kilometer, 40 seconden. En dan de rest 1 minuut en 20 seconden bij. Ja, en een derde tijd waarmee dat ze niet... De top 10. Maar er komt nog wel wat, hè. Dus top 10 zal niet haalbaar zijn voor haar. Ja, 7 secondjes sneller dan Julie van der Velde aan dat eerste tussenpunt. Wat zien die nu die we daar verwachten aan punt 1? We zijn er vooral aan het uitkijken met zicht op het casino. Het grootste van de 10 casino's die we in ons land hebben, met de prachtige Magrittezaal van binnen. Misschien bent u er al eens geweest... De muurschildering van René Magritte, een van onze allergrootste kunstenaars. Mooi binnenin. En ik dacht dat men dat casino eens helemaal ging renoveren. Maar die muurschildering, die muur, zou ten allen tijde bewaard blijven. Die zou bij wijze van spreken overkoepeld worden. 5, 4, 3, Domein Enchanté, zo heet dat meesterwerk. Moest ik nog even opzoeken. En ze is weg. Julie van der Velde. Voilà, daar de draai links voorbij het casino. En dan is zij er ook mee weg voor haar wereldkampioenschap. Van der Velde in blakende vorm. De nummer 2 op het Belgisch kampioenschap. Is het jammer dat Lotte Kopecky de tijdritten aan haar neus laat voorbij gaan? Hartelijk welkom aan Katrine Hauer. Op
op het Afrikaans kampioenschap tijdrijden, vierde op het Afrikaans kampioenschap op de weg en derde in het nationaal kampioenschap individueel tijdrijden in Zuid-Afrika. Andere benamingen van het Oké. Pas op, de telelens die kan vaak bedriegen natuurlijk, maar dit is ongeveer op de marstabel van Louden. Iets er voorbij ondertussen. Thomas die heeft daar 52 seconden prijs gegeven. Marcus 59 seconden. Waar gaat ze klokken? We komen bij Cordon Ragot in de buurt. Daar gaan we nu voorbij. Canuel is nu weg. Dan gaan we naar Klein. 106 hebben we ook boven. Eklund 21. Dat gaat wel lukken, denk ik. Dus dat wordt voorlopig plaats 7, denk ik, voor Julie van de Velde. Als tenminste die klok eindelijk eens wil stoppen, dat zou heel tof zijn. Voilà, er net onder nog. Het is 8. Net na Klein. Ja. En voor Eklund. 8ste test. Team wat minder eigenlijk de gewone wattages. Dat is nu op het eerste zicht het resultaat. Natuurlijk, het is ook 10 kilometer langer. Ik had misschien liever iets meer getrapt of iets dichter bij wattages van in Trent geraakt. Nu ook mijn stem is een beetje om zeep, voel ik. Dus ik denk gewoon dat ik alles heb gegeven wat mogelijk was. En dan laten opzwepen. Music! Weinig aan te zeggen, want die horen ons niet. Geef ons Van Dijk, Amjel Jusik. Dit is de op 10 na laatste renner die van start gaat. Ze starten nu om de 2 minuten. Zometeen Boujak, Kirchman en dan de Olympische kampioenen, zowaar, Kiesenhofer. Er zijn mensen die daar veel van verwachten, maar in het tijdrijden heeft ze nu toch nooit echt grote potten gebroken. Die oorspronkelijk afkomstig is uit Litouwen, maar zij heeft sinds 2018 de Sloveense nationaliteit aangenomen. Ze rijdt met de brug nummer 10. Dames en heren, welkom aan Eugenia Boujak. Deelnemers zijn gestart. Mesdames en messieurs, nous saluons sur la rampe de lancement une Canadienne, rider from Canada, with the back number 9, Lia Kirchman. Samen, dat moet fantastisch zijn, maar die rijden woensdag allemaal samen de team rally. Broer, verloofde. Ja, deze Emma. Ja. Allee, joh. Familie-uitstapbezigheid. Familie-uitstapje. En zit vader aan het stuur van de volgwagen of weten we dat voorlopig? Dat weet ik voorlopig nog niet, maar ongetwijfeld zullen ze hier wel in de buurt zijn. Mooi verhaal. Zeer mooi verhaal. Kirchman is er mee weg, de tweede Canadese. Fighter now coming up on our starting ramp. Ladies and gentlemen, dames en heren. Met de nummer 8 uit Oostenrijk, deze Olympische kampioene op de weg. Het is ook de nationale kampioene in het tijdrijden. We verwelkomen met een hartapplaus Anna Kiesenhofer. De Canadese kampioene tijdrijden die is hier niet. Die staat hier niet aan de start. Allison Jackson, dat Canadese kampioenschap vond plaats nog maar 10 dagen geleden, 10 september. En diezelfde Jackson werd ook nationaal kampioen op de weg, 2 dagen later. Louden is voorbijgekomen aan het eerste tussenpunt. Dan moeten we bij de zaak blijven, want dan is Van de Velde de volgende die zich meldt aan het tussenpunt. Waar komt Julie van de Velde uit? Gaat hij daar een goede tijd neerzetten? Dat Klein daar niet opgenomen is in dat tweede tussenpunt. Ze hebben daar Klein over het hoofd gezien, dus die gaat er zeker nog tussen staan. Dus ze houdt de gelijke tred, maar komt wel wat dichter bij Cordon Ragot. Dus ja, met zijn goed slot kan daar nog een plaatswinstje
in zitten. Deze Kononenko was voor mij een van de verrassingen van het EK. Kononenko op het EK, even kijken, ik denk sowieso top 10, zesde. Ja, dat was zeker een verrassing. En ook steeds meer ook teams die echt zelfs zo ver gaan dat ze de helmen personaliseren. Dat ze eigenlijk een op maat gemaakte helm maken. Nu bij het vrouwenpeloton komt dat meestal wel een stapje achter op het mannenpeloton. Wat ook nog altijd wel heel logisch is. Maar we gaan denk ik wel naar tijden waarin dat ook zal veranderen en dat gewoon gelijktijdig zal zijn. Die daar ook heel fel mee bezig is. Dus om te zeggen dat Annemiek van Vleuten niet de beste aerodynamische houding heeft, ze is er in elk geval enorm mee bezig. Zoveel is zeker. Het is nodig tegenover Van Dijk en Royster, met normaal. Met twee woorden spreken, want gisteren bij dat eerste tussenpunt hebben we toch ook een ander verhaal. Laat ons nog even afwachten om te zien wat er daar gebeurt. Ja. Ik geloof het niet. Geloof het niet? Ik geloof het eind van de rit niet. Hier komt ze binnen. Mensen staan en wachten hier nog altijd. Het is wel bijzonder aan het zand naar de koers te komen kijken. Het is de eerste dag dat ik hier ben, maar wat een heerlijkheid. De restaurants, de terrasjes. De stad waar alle rensters zijn gepasseerd, stond Nieben op plaats 5. Op 40 seconden, nu op 51. We gaan zo meteen Brennauer opvangen. Punt daar aan 19.8, daar zijn we op dit moment weinig mee, want de tijd van Van Dijk staat daar niet meer op geposteerd. Dus we kunnen 1 kilometer voor het tussenpunt, dat hebben we niet. Daarom is het misschien ook onofficieel. Boujak. Je moet het verwerken. Dus daar moet je eigenlijk volle bak gas geven en daar het verschil proberen maken en het wattage dat je daarvan trapt proberen aan het laatste stuk. Je moet het kunnen. Om nog 15, 20 seconden te gaan toerijden in deel 2, dat hangt er vanaf. Anna Kiesenhofer op bezoek geweest bij Saminerik, zag ik onder andere. Of Saminerik is op bezoek geweest bij Anna Kiesenhofer. Dat is misschien juist. En ik zag gisteren nog een post van haar verschijnen waarbij dat ze een beetje wanhopig een oproep deed omdat haar baars van haar stuur waren losgekomen. De laars uit Italië dus. Ze rijdt voor de Valkar Travel and Service, maar vanaf volgend jaar vervoegd zij het MDG, Nouvelle Aquitaine Futuroscope Team, bij de junioren won zij in 2018 de tijdrit. Nog eens een beeld vangen van Knokke Heist. In volle periode, 35.000 inwoners. Maar daar zijn vooral tweede verblijvers bij, zoals dat dan heet. 20.000. Wat moeten we verwachten van deze Anna Kiesenhofer? Toch maar die top 10 voorop stellen? Top 10 zou heel mooi zijn, denk ik. Top 10, top 15, daar schaam voor haar vlak. Ze heeft liever wat meer bergop, bergaf. Dus ik denk top 10, top 15, dat ongeveer de ambitie zal zijn. De professor in de wiskunde, Anna Kiesenhofer. Nog geen professor, hè? Nee, is ze nog bezig aan het doctoraat? Ze heeft haar doctoraat afgelegd. Elle est issue de Roche-les-Beaupré. Elle a 22 ans. Elle a 4 titres nationaux en France. Elle a également été médaillée de bronze tant au championnat d'Europe qu'au championnat du monde du contre-la-montre. Elle part donc avec des ambitions justifiées. Ça doet denken dat je lichaam zegt van ah, ik krijg suikers. Ja. Kort door de bocht, ja. Ongeveer zoiets, ja. Waardoor het volle gas vooruit gaat natuurlijk. Nieuwtje dat net binnengelopen is. Mathieu van der Poel, hak knoop door, start in de WK wegrit. En intussen start ook Juliette Labou hier. De Fransen. En dan zijn er nog 5 die moeten starten. Ja. Na deze Labou. Jurgensen, waar we toch wel wat van verwachten. Kijk daar persoonlijk. Een concurrente tussen championnat du monde du contre la montre. Ladies and gentlemen, let's welcome with the bank number 5 representing Denmark, the 10th in the European Championships. Emma Sisson.
En Bernie ben natuurlijk wel al twee keer wereldkampioen geweest. Niet vergeten in 2008 en ook in 2016. Dus als we die chronologie doortrekken, moet ze nog even prof blijven om in 2024 nog één keer wereldkampioen te worden. Met alle respect voor Amber Nieben, ik hoop toch dat het niet zal worden. Dat het stilaan afgerond is. En dat er ook in Amerika rijdt er heel wat talentvol die net iets jonger is. Dus hopelijk dat die in de toekomst toch de kans heeft. Tineke, bij het tweede tussenpunt doorgekomen op de zevende plaats. Dus, zeer goede. Goede prestatie op 1 minuut 57 van Dijk. Weliswaar een van die jonge talenten rijdt bij DSM. En zullen we de komende jaren zeker ook nog heel vaak terugzien. Begeeft zich richting het volgende tussenpunt. Labou, en dan kunnen we ons zo meteen gaan optrekken aan Norsgaard, Nieben, Brennauer, Royster en Van Vleuten die daarbij gaan komen. De roze tape is een soort rubber om de transponder in te steken. Dat had je goed gezien, Lieselot. Het is meestal een stuk binnenband. Hoeft niet per se. De vrouwen met de vele cc's aan boord. Royster, Van Dijk. Labou die gaat er niet aankomen. Nee, zeker niet. Want de winnende tijd van... Van Dijk die is nu al weg, 36.05 en ze moet nog aan de laatste kilometer beginnen. 36.05. Okay, maar we mogen het toch een prestatie hebben. Het is natuurlijk een prestatie. En ook zij, nog veel meer, nog veel lichter dan bijvoorbeeld een Annemiek van Vleuten, nog kleiner. Dus de prestatie van die Amber Nieben ook. Maar volgens de tussen aanhalingstekens verwachtingen van de capaciteiten die ze in het verleden zo vaak tentoon heeft gespreid. Tweede tijd voorlopig voor Juliette Labou. Die gaat Klein voorbij, die gaat Marcus voorbij ook nog. Ja, knap. Maar ja, op een duur. Hoeveel wereldtitels in het tijdrijden? Zal ik ze even tellen? Van der Breggen is 1, 2 keer Van Vleuten. Van Dijk is 4. Ah, persoon die je in de gaten moet houden. Waar gaan zij allemaal uitkomen ten opzichte van Van Dijk? De fenomenale Ellen van Dijk. Hier is Jurgensen, Norsgaard Jurgensen, die we al een prachtig voorjaar zagen rijden en ze heeft eigenlijk die lijn alleen maar doorgetrokken. Voor een beloftecategorie op een WK. En toen zei Peter van den Abele van de UCI ook dat ze daarmee bezig zijn bij de UCI. En dat het volgend jaar nog niet het geval zal zijn, maar hopelijk de jaren daarna wel. Nieben is ermee weg. Deze vrouw komt uit Irvine, ook in Californië. En heeft, en dat is volgens mij de enige renster, heeft twee pagina's nodig voor al haar uitslagen. Heel hoog wattage. Dit is Lisa Brennauer. Lisa Brennauer werd wereldkampioene tijdrijden in Ponferrada 2014. Dat was een geweldig jaar voor haar. Ze werd daar tweede ook op de weg. En pakte met Specialized ook toen nog eens de ploegentijdrit. Dus je komt naar huis met twee wereldtitels en een zilveren medaille op drie events. Ja. Zich tussen Lonen en Thomas. Voor Marcus, voor Cordon Rago, voor Canuel en daardoor Van de Velde, Julie Van de Velde, een plaatje naar. Letterlijk stampend, u ziet het. Ja, dat zien we wel. Dat is een beetje haar stijl. Hè? Ook toen ze wereldkampioen werd in Doha in Qatar. Ook op dat grote mes. Gaat wel vooruit.
52. Want dan heb je de indruk, als buitenstaander, Klunt en Karjazievic, die liet ze bij de vorige tussenpunten achter zich. Nu zijn die voor haar. Dus het is een lastig laatste gedeelte geweest voor Julie van de Velde, Lieselot. Ja, momenteel een tiende tussentijd. Moeilijk om blijkbaar dat tempo vast te houden. De laatste kilometers en de laatste 2 kilometer zijn ook net iets technischer. Met nog een paar bochtjes, wat dat ook niet altijd in het voordeel is van Julie. Maar goed, overall denk ik dat ze wel een heel goede tijdrit hier heeft gereden, als je kijkt naar haar tijd. Fantastisch, ja. Hier komt Jurgensen. Ah, die gaat ook een heel eind boven Van Dijk. Hier hadden we wat van verwacht van Norsgaard Jurgensen. Nu niet meteen om Van Dijk te gaan bedreigen natuurlijk. Maar die plaatst zich ergens, ja, net buiten de top 5. Ja, ik denk het wel. Dus Zesde. Dus jonge renster, vooral duidelijkheid. 22 jaar, laat ons de verwachting. Hoe sterk Van Dijk is ten opzichte van de andere toppers. Heerlijk beeld dit. Ja, hier pak je wel mee uit, denk ik, hoor, in het buitenland. Als je een parcours hebt dat zo mooi langs het groen loopt, langs het water. Ja, een heel mooi parcours voor tijdrijders, puur zo, denk ik. Voor iemand die het net iets minder leuk vindt, is het vooral mentaal heel erg zwaar. Voilà, daar gaat de heli. Die gaat een hele zwenkbeweging maken. En dan prachtig rechts langs de bomen vliegen met de westcam. Om dan hier Amber Nie met de tijd die nu al boven Van Dijk gaat. Ook dat is ergens wel volgens de verwachtingen natuurlijk. Dat is allemaal niet verrassend. Maar waar komt ze dan uiteindelijk uit? Gaat ze zich daar als tweede nestelen? De lens zoomt nog wel even uit. Ze is er nog niet. Ze moet nog tussen de nadar komen, dat gebeurt nu. Dus ze gaat wel de tweede tijd klokken, denk ik. Ja, sneller dan Loden. Ja, 5 seconden sneller dan Loden. 36 en inderdaad, 27 seconden gaan er misschien nog iets meer zijn. Dan zie je wat dat dus geeft op een kilometer tijd. 27 waren het 1 kilometer geleden. 2 seconden per kilometer, het zijn er meer zelfs. Ho, jongens, Van Dijk degradeert de rest voorlopig. Maar er komen er nog 2. En die kunnen misschien wel proberen. Medaille zit er nog altijd in. Zit er zeker in. Want de concurrentie komt vooral van Royster en van Vleuten. Graag zo meteen een tijd en een beeld van Marlen Royster. Ze heeft maar een kwart zadel nodig om naar de streep te rijden. Ja, dat is jezelf echt naar voren trekken. Telkens weer opnieuw. En, Er zijn, ja, u kent ook de verhalen, hè. Ja. Van mensen die er schuurpapier om staken. Ja. Tony Martin met het schuurpapier om niet te veel naar voren. Ja, dat zijn de details, maar dat zijn wel de pijnlijke details. Ja, nu alles doet pijn tijdens een tijdrit. Alles doet pijn, dus ja. Het hangt er natuurlijk ook vanaf welke kant van het schuurpapier je langs welke kant gebruikt. Denk ik dan zo. En dat zal wel voor het... De zadelkant geweest zijn, bedoeld zijn. De richting dit WK ten opzichte van bijvoorbeeld de Brennauers en de Roysters. Hela, hier moeten we naar uitkijken, want dit is wel interessante informatie. Brennauer was een heel stuk voor Nieben bij het eerste tussenpunt en geeft nu 7 seconden prijs op Nieben. Met andere woorden, ja, die is haar medaille aan het verliezen. Ja, klopt. Nu een derde tussentijd. Enfin, haar medaille van Vleuten was natuurlijk voor haar, dus echt een medaille had ze ook nog niet vast. Zij had ze op 1,5 kilometer. Dan heeft Van Dijk nog verschroeiend uitgehaald of is deze Nieben stilgevallen? Het is een van de twee. Ja, ik denk dat Van Dijk vooral die laatste kilometer echt heel snel heeft afgewerkt. Want nu al 51 seconden prijsgeven. Dat was dus aan het vorige tussenpunt het geval. We zitten even meetellen aan 1:10 zo meteen voor Nieben. Geef haar tijd. Het is eentje voor de komende jaren, die gaan we nog vaak terugzien. Dat wordt een klant waar Lotte Kopecky nog vaak tegen gaat moeten duelleren. Emma Norsgaard-Jurgensen. En dat worden, denk ik. Dat gaat net voor Canuel worden. Maar aan het eind zal dat niet voldoende zijn voor de top 10, denk ik. Met Van Vleuten die nog komt, Royster. Nee, dat gaat niet lukken. Ja. Nog een jonge meid, dus inderdaad. Dus Royster gaat een enorm slotgedeelte moeten rijden om Van Dijk af te houden. Dat is duidelijk. En als kampioenen.
en een voorlopig tweede tijd. 1.24 op 1 kilometer, met andere woorden, nog eens 5 seconden aan de broek. Het zal toch ook wel wat stilgevallen geweest zijn bij hem. Nee. En wat doet Van Vleuten nog? Gaat die Royster dan nog bij de leur bevatten? Had het allemaal in handen. Deed het zoals het moest. Had de info vanuit de vol. Voilà. Ja. Dat is jouw terrein. Hier zit Van Vleuten. Wat speelt Van Vleuten klaar? Snel nog wat achterover. Kappen. Beetje energie in de tank gooien, niet te veel. Die maag niet opspeelt straks. Zal het ergens voor een 15e plaats zijn. Dus hier is Royster, de jarige. 30 wordt ze, 30 is ze ondertussen. Royster, de grote uitdaagster voor Van Dijk. Deze vrouw gaan we geweldig in de gaten houden. Met alle ogen die hier in deze cabine verzameld zitten. 6 namelijk. 38 jaar meegaat in dit leven. Gelegd. Dus een heel groot doel voor haar. Ja, beweegt toch altijd net iets meer in vergelijking met Ellen van Dijk. Ook zij heeft... Bij een parcours dat meer op en af gaat, heeft al aangegeven dat zaterdag, of is dat zand in de ogen strooien, dat er te weinig hoogtemeters zijn voor haar. Nochtans heeft deze vrouw wel al 2 keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Hè? Annemiek van Vleuten. Met 10 jaar tussen, weet u nog? Dus... Van Vleuten, ze mag zeggen wat ze wil, we gaan daar altijd rekening mee houden. Zelfs vandaag op een parcours dat daar misschien net iets minder ligt. Ja, goed, vandaag nog meer dan zaterdag, denk ik, dat we er rekening mee moeten houden. Dat ze hier straks misschien ons allemaal verrast. We gaan kijken naar de stijl, want de stijl is toch ook belangrijk. De aerodynamica, zeker met die geweldig lange rechte stukken. En ik heb niet meteen de indruk dat dat haar beste onderdeel is. De CX. Terwijl dat Annemiek van Vleuten wel degene... We geven u morgen afspraak voor de volgende wedstrijden in onze competitie. In een individueel tijdrijden, wedstrijden voor vrouwen, junioren en voor mannen, junioren. Waar wij ook wel geweest heel veel ambities mogen en kunnen koesteren. Wij zullen een bijzonder goede avond geven. En tot morgen. Natuurlijk. Dat transponder? Ja. Is die dan daar beter geplaatst? Nogmaals, als er specialisten thuis zitten die het weten, laat het ons weten. Ik heb het niet gezien wat hij bedoelde, maar ik ga ervan uit. We gaan er straks nog naar kijken. Annemiek van Vleuten, die ook een van de redenen die ze aangaf de laatste jaren en waarom dat ze toen ze verhuisde naar... Mitchelton Scott, de tijd, waarom dat ze toen zo... seconden achter Van Dijk. Een halve minuut, hè? Ja, dat is een halve minuut. Dat is stevig, hè? Na 13 kilometer. Dat wil zeggen, 30 seconden op 14 kilometer, laat het ons... Nee, daar is het nog 13 kilometer. Dat Van Dijk dus nog altijd 2 seconden per kilometer sneller heeft gereden dan Brennauer. Dat is de moeite, hè? Van Dijk heeft 16.28. Dan moest ze binnen de anderhalve minuut aan dat punt zijn. Gaat ze moeten vlammen hoor, Royster. Er is een strijd voor de wereldtitel en daar zorgt deze Marlen Royster voor. Die zit ook op de marstabel van Van Dijk. Ja, een kilometer voor het tussenpunt lag ze voor. Lag ze voor. Daar zijn de bordjes. 9.8, ze gaat nog altijd voor liggen. Royster heeft een paar seconden op Van Dijk. Het zijn er niet veel hoor, het zijn er niet veel. 3.63. Als we zeggen dat Van Dijk fenomenaal was, dan is Royster zeker fenomenaal. Blijven volhouden. Royster 50-4-4-8 voorlopig. Maar we hebben een wedstrijd en ik vind het fijn dat we een wedstrijd hebben. Het was voorspeld. Iedereen had het voorspeld. Royster versus Van Dijk. En omdat er zoveel tijd is... Dat mee. H29. Nee. Daar moet 3-0 staan. Hè. De grafiek is nog niet mee. Royster, Van Dijk, nog altijd geen Van Vleuten. Kijk.
kijkt naar dat palmarès van Reusser. Daar is Van Vleuten. En Van Vleuten gaat niet meedoen voor de wereldtitel, denk ik. 13 seconden, wel derde. Maar 13 seconden, Seynave, de man op de moto in het spoor. Houdt alles daar met argusogen in de gaten. Ze zit er al boven. Ze gaat er een stuk boven zitten. Nog niet aan de nadar nu wel. Dat betekent nog een seconde of vijf. Daarnet waren het 13 seconden. Dat gaan er 15 worden, denk ik, voor Van Vleuten. Van Vleuten gaat tevreden moeten zijn met brons straks. Ze heeft wel veel marge op Brennauer. 20 seconden marge op Brennauer, dat moet dan wel weer. Je kan het overal winnen. Tuurlijk. Of overal verliezen. Dus je moet gewoon gefocust blijven en je blijven houden. Blijven gaan tot op de meet. En als je eigenlijk nog zoveel kan versnellen in die laatste kilometer, dan wil dat misschien zeggen dat je pacingstrategie net iets te laag was. Reusser met de belangrijkste 9 kilometer van haar leven voorlopig. Vorig jaar leek ze lange tijd ook op weg naar de wereldtitel, maar dan was er Van der Breggen nog met een ongelooflijk slot, waardoor Reusser nog van de wereldtitel werd gehouden. Nu, op haar uitgerekend 30ste verjaardag, 1996. Hier komt Van Vleuten. Van Vleuten had er dus bij, tussenpunt 1. Even kijken, 16,6 aan haar broek. Waar komt ze nu uit? Is ze gaan versnellen? Kan dat versnellen? Is ze dichter gekomen? Dat zou wat zijn. Gebeurt het daar in de bocht? Ik denk het wel. Dan vrees ik dat het ongeveer hetzelfde is. Dat is misschien nog een paar seconden erbij. En ga je dan nu wel afscheid nemen van de wereldtitel voor Van Vleuten? Na tussenpunt 2? Dat denk ik wel. Ah, 15,94. Ook zij is wat dichterbij gekomen. Dan de Olympische tijdrit bijvoorbeeld. Maar ook daar zag je toch dat een Reusser weliswaar een minuut moest toegeven. Maar goed, voor haar doen reed Reusser daar een goede tijdrit. Ook in de Vuelta was er ook een klimtijd. Uit de geschiedenis. Van Dijk doet het. Ellen van Dijk. Zo meteen dat gezicht even bekijken van Van Dijk. De opluchting moet enorm zijn om te zien dat ze... Knappe prestatie van Reusser, hoor. Valt niks van te zeggen. Gaat hier meer dan 50 gemiddeld rijden, dus gereden opnieuw. 10 seconden. 50,1,39 voor deze Reusser. Maar Van Dijk nog wat sneller. Mooi wereldkampioenschap. Ze weet dat het binnen is. Ellen, Europees kampioenen op de weg. Tweede na Reusser in de tijdrit en nu de rollen omdraaien. Echt zo diep gegaan dat laatste stuk. Fantastisch. We wachten nog op de tijd van Van Vleuten uiteraard. Om te zien of Reusser ook haar tussenpunt. 35,06 voor Reusser. Nee, dat gaat dus niet lukken voor Van Vleuten. Die gaat brons moeten pakken. En daar tevreden mee zijn. Ja, wel. Ja, en heeft nog wel serieus wat marge om binnen te komen voor Nieuwen. Dus, ja, dan weet je wie de topfavoriet is. Ja, die zijn altijd topfavoriet natuurlijk. Ja, goed. De mannen moeten natuurlijk ook hun deel getwijfeld met verve de beste tijd neerzetten. Van Vleuten, de tweevoudige wereldkampioenen tijdrijden. Daar gaat geen derde van komen, maar wel brons. En gezien het parcours, haar capaciteiten, is dat toch een mooie prestatie. Dat mag je niet uitvlakken. Daar moet je eerbied en respect voor hebben. Hier komt denk ik 49,8. Ja, wat scheelt het dan? Voordeel op dit parcours. En Van Dijk, dat mag, hè. Laat de emoties maar de vrije loop. Het is binnen, Ellen. Het is prijs. Zo vaak ontroerend geweest. De laatste tijdritten altijd echt met een gezicht dat op onweer stond. Amber Nieuwen komt haar feliciteren. En dat is natuurlijk met het respect van een andere kampioene die weet wat het is om... Die Olympische Spelen was er niet voor geselecteerd. En hier haar vriend. Mooi. Daar zit veel emotie in. Daar is veel werk aan vooraf gegaan. Veel opofferingen. Tegen veel dingen. Ja. Of het is de Europese kampioenentrui op de weg. Of het is de wereldkampioenentrui in het tijdrijden. Lekker, hè? Ja, dat is een understatement om dat lekker te noemen. En heel mooi ook, ze zegt, dat mondmasker mag nu al af. Iedereen mag zien hoe blij ik ben. En benieuwd of ze
de batterij nog eens kan opladen zaterdag. Want uiteraard, goed, er zijn vele troeven in de Nederlandse ploeg, maar dit is ook een troef hoor. Die moet zich niet per se op heel veel kilometers van de streep gaan wegcijferen voor een kopvrouw. Ze is er een ander bij. Dat is nog een toemaatje, zoals dat dan heet. Bovenop de medaille en de trui, eentje van de Tissot Timing. We gaan ons opmaken voor het Wilhelmus en dan na het Wilhelmus neemt Karel opnieuw over. Wij zijn er morgen weer met de tijdrit bij de junioren vrouwen in de ochtend. Ook nog praten over de Belgen, want ook zij verdienen natuurlijk de nodige aandacht. Sarah van der Velde is 30ste geworden, Julie van der Velde is 22ste geworden. Ligt dat in de lijn der verwachtingen, Valérie? Ik denk dat wel. Ik had vooraf... Elle van Dijk met de kamerbrede glimlach voor die tweede wereldtitel. Ooit je wilde komen brommeren in Vlaanderen. Je hebt het gedaan en je hebt er zelfs eentje voorbij gereden onderweg. Ja, wat deed die daar inderdaad? Ik dacht, is dit ingehuurd door de concurrentie of wat? Om mij in de weg te rijden. Nou ja, als hij voor me had gereden was het wel lekker. Maar nee, echt een droom die uitkomt voor mij. Echt, ik wilde dit zo, zo graag. En ik wist dat het parcours me lag. En ik wist ook dat het super, super moeilijk zou worden. Want Marlène Reuser was gewoon sterker dan ik de afgelopen weken. Maar ik geloofde er wel in dat het zou kunnen. Maar het was ook heel close onderweg. Ja, je deed het. En je deed het aan een verwoestend tempo. Want je rijdt meer dan 50 km per uur. Dat is ook wel tof, hè? Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Nee, ja, we hadden ook wel een beetje mee, hè? Dus dat scheelt natuurlijk wel. Maar het ging hard. En het moest ook hard gaan. En dat is gewoon heel mooi. Ja. Ja. Staat hier nu een andere Ellen van Dijk in die heel veel heeft losgelaten? Ja, nou ja, vorige week won ik natuurlijk het Europees kampioenschap, wat voor mezelf een enorme verrassing was. En ik wist wel dat ik heel goed was. Maar ja, ik was heel goed, maar er was er steeds eentje beter. Dus dat was wel heel fijn natuurlijk in die tijdrit. Maar ja, als er eentje beter is, dan valt het misschien ook niet zo op. En ik wist dat er nog een tandje bij moest hier. En ik ben ook hard gestart en hard gefinished. En toen ik klaar was, wist ik ook echt niet of het genoeg was. Maar ik wist dat ik alles moest geven. En dat uiteindelijk genoeg is, dat had ik bijna niet durven dromen. Ja, je hebt nu twee truitjes, hè? Deze voor de tijdrijden en die Europese voor op de weg te rijden. Ja, dat wordt een aardige collectie zo, voor volgend jaar. Ja. Ga je nu vooral genieten van die trui? Want in 2013 pakte je ook al die trui. Daar heb je helemaal niet van genoten. Dat is lang geleden, dat sowieso. Ja. Je hebt er vooral niet van genoten dat je toen wereldkampioen bent geworden. Ja, ik voelde alleen maar druk eigenlijk. En ik neem me nu voor, omdat het is gewoon zonde. Want dan werk je er zo hard voor en dan ga je jezelf er nog voor afstraffen ook. Dus... Ik wil hier keihard van genieten. En ik weet ook dat mijn carrière waarschijnlijk niet meer eindeloos lang gaat duren. Dus ik kan er beter maar heel erg van genieten. Nog één ding, ga je ook de stad in nu? Want dat deed je op het Europees kampioenschap. Dan ben je pizza gaan eten. Nou, die zilveren medaille wijn gaan drinken, tiramisu. Ja, wat gaat het hier zijn? Mosselen en garnaalkroketten? Dat heb ik de hele week gedaan natuurlijk. Daarom win ik nu. Ik ga gewoon een feestje vieren. Ja, we hebben de teamrelay weer overmorgen. Maar en de ook nog, dan heb ik gelukkig nog twee anderen bij me die ook heel sterk zijn. Dus daar ga ik ook weer vol voor. Maar ja, dit gebeurt gewoon niet zo vaak. En elke moment om ervan te kunnen genieten moet je pakken, heb ik geleerd. Dus dat ga ik zeker doen. Doe dat maar. Het is zo verdiend en zo mooi. Dank je wel. Dank je wel.